auto voor me heeft mij gezien, maar kon even geen kant op. Nou, hier zie je toch de fietser die denkt ik ga door, waarop de auto moet stoppen en je er niet langs kunt. Mijn oproep is ook dat we een uitgebreide voorlichtingscampagne weer beginnen voor de huidige weggebruikers, voor de nieuwe weggebruikers. Ik denk eraan bijvoorbeeld bij het CBR, bij examens, maar ik denk ook aan Veilig Verkeer Nederland, politie, brandweer, ambulance, om dit weer wederom onder de aandacht te brengen. Nou, wat je soms onderweg wel ziet, dat mensen zo vol, met volle snelheid de berm inrijden. Niet weten als nou een berm zacht is of niet, ze rijden erin en daardoor kunnen hele gevaarlijke situaties ontstaan.